Uw eigen onderwijsorganisatie, waarin u zich met uw collega's elke dag inzet om de gezamenlijke pedagogische, didactische, mogelijk ook levensbeschouwelijke visie in de praktijk te brengen. Wel overwogen keuzes maakt, met andere woorden, hoe u met uw collega's de eigenheid van de school in het onderwijs geven vormgeeft. Dat is toch prachtig? Dat is mogelijk als het wat duidelijk en inzichtelijk is. Als u en uw collega's volstrekt helder hebben wat er aan activiteiten gedaan moet worden. Wat de vereisten en de verantwoordelijkheden daarin zijn. Nou, of het nou is om te voldoen aan wet en regelgeving of kwaliteitscriteria of toetsen- en examenreglementen. En die duidelijkheid over wat is er en staat volledig ter beschikking van alle PO- en VO-scholen. Het wat vastgelegd in processen en activiteiten. Het wat vastgelegd in welke type van systemen de vereiste processen en activiteiten ondersteunen. Dat is wat de fora is. De funderend onderwijsreferentiearchitectuur. Fora is een gestandardiseerde methodiek die inzicht geeft in verplichte processen en onderwijsactiviteiten in het primair en voortgezet onderwijs. Nu hebben alle PO- en VO-scholen de mogelijkheid om regie op ICT te voeren. Samen te werken met anderen en door het inzicht in het wat het te kunnen toepassen. Ruimte en aandacht te hebben voor het o zo belangrijke hoe. En wie wil dat nu niet? Het procesmodel wat u hier ziet geeft u de mogelijkheid om in uw school vast te stellen of deze processen aanwezig zijn. Dit biedt u inzicht in vereiste processen en activiteiten, inzicht in aanwezige processen en activiteiten, inzicht in ondersteunende typen systemen en met deze inzicht biedt het u de mogelijkheid om regie op ICT te voeren. Goedemorgen, welkom bij de sessie over fora, uw bedrijfsprocessen op orde. Mijn naam is Occo Huizing en ik werk als adviseur bij Kennisnet en mijn gast is Otilio Christian, ICT-manager bij Blossen. Otilio, wij kennen elkaar inmiddels al enige tijd. We werken al lang samen in het kader van de totstandkoming Fora 1.0. Hoe kom je eigenlijk bij ons terecht? Ja, dat is een mooie vraag. We zijn op een gegeven moment, ik kom uit het gemeenteland, daar heb ik 12 jaar gewerkt. En bij de gemeente hadden we de architectuur op orde gecreëerd door VNG, waarbij processen, beschrijvingen, systemen beschreven zijn. Toen ik 6 jaar geleden in het onderwijs begon, bij Floren, de voorganger van Blossen, toen verbaasde het mij eigenlijk dat er binnen het onderwijs eigenlijk geen referentiearchitectuur beschikbaar is. In ieder geval niet op een dusdanig niveau dat je er echt goed mee kan werken. Toen ben ik eerst in eerste instantie aan de gang gegaan om te kijken van kan ik andere stichtingen vinden die met mij samen zouden kunnen optrekken. Nou, ik ben onderdeel van BIC Noord-Holland. In BIC Noord-Holland zitten 25 schoolbesturen vanuit Noord-Holland. En daar ben ik eerst eens gaan kijken van kan ik daar kompanen vinden om wat te gaan bouwen. Daar zijn we mee aan de gang gegaan en toen merkten we eigenlijk van ja, dit is te klein. Noord-Holland is een best grote provincie, maar het is te klein om dit neer te zetten als standaard voor heel Nederland. En toen heb ik de stap gemaakt naar Kennisnet. En bij Kennisnet heb ik de bodem gevonden om dit goed gestalte te geven. De processen, de systemen, eigenlijk dus weer terug naar de regie op ICT. Dus als ik jou goed begrijp, want bijvoorbeeld het hoger onderwijs kent wel een architectuur, een hora. Het mbo kent natuurlijk, ja dat kennen we al veel langer, hè. Die ja. Kenden vroeger de AAA architectuur en tegenwoordig route 21. Om processen in kaart te brengen voor het mbo. Maar het PO en VO, die hadden eigenlijk nog niks. En dat was ook wel het mooie van Kennisnet, waardoor we ook de samenwerking hebben gezocht met de VO-organisaties. Waardoor het veel groter is, waardoor de body ook veel groter wordt. PO en VO samen voor de referentiearchitectuur. Ja. In dit fora-model zijn de processen aangevuld met activiteiten, zodat ook de output bepaald kan worden. Zodat ook de output bepaald kan worden.
Die output is ook het onontkoombare wat. We kunnen niet zonder bijvoorbeeld een klachten- en bezwarenregeling, een privacyprotocol, een overzicht met de voortgang van leerlingen. Otilio, waar kwam bij jullie bij Blosser dat inzicht vandaan om met architectuur te werken en daar je voordeel mee te doen? Ik kom zelf uit de gemeenteomgeving en bij de gemeenteomgeving werkte al veel langer met de architectuur. De reference architectuur, ontwikkeld door de VNG. En dat geeft een totaal inzicht waardoor je systemen veel beter op elkaar kan afstemmen. Maar dat het ook niet iets is van één gemeente, maar van alle gemeentes totaal. Nou, die vertaalslag van wat bij de gemeentes al ontwikkeld was, om daar gebruik van te maken binnen onderwijsland. Het verbaasde mij ook eigenlijk dat die er nog niet was. In de afgelopen 18 maanden zijn we gekomen tot de fora. Met meer dan 15 scholen, en dat aantal is groeiende, met de PO en VO-raad, in de werkgroep fora met bijna 40 mensen, het uitwerken van processen en activiteiten, concepten in de praktijk checken, toetsen aan wet of regelgeving, modellen aanpassen, de verkregen input uiteindelijk vaststellen van het betreffende bedrijfsprocesonderdeel. Deze cyclus herhaalde zich vele malen om alle processen en activiteiten in kaart te brengen. Gemiddeld eens in 6 weken, al dan niet online, bij elkaar om vast te stellen en weer verder te gaan. Met als resultaat 122 onderwijsorganisatiefuncties, 136 applicatiefuncties, 92 informatieonderdelen, 37 referentiecomponenten, 56 gegevensonderdelen, 40 standaarden. Een fora 1.0 van en voor de scholen waar u allemaal uw voordeel mee kunt doen. In die 1,5 jaar hebben we gezamenlijk gewerkt aan de modellen, getoetst op compleetheid en juistheid, begripsdefinities vastgesteld of opgehaald, van onderwijsuitvoering tot personeel en organisatie. Met processen en activiteiten in de hand is het mogelijk om typen van onontbeerlijke systemen toe te voegen. Typen van systemen om aan alle eisen die voortkomen uit het wat ondersteuning te leveren. Typen van systemen zoals het LAS, LVS, ELO, roostersysteem, toetssystemen, zodat we goed kunnen bepalen wat deze systemen moeten doen. Om goed de markt te kunnen bevragen op de noodzakelijke functionaliteit en om dit gezamenlijk te kunnen doen. Otilio, jullie zijn als Blossen al een hele tijd betrokken bij de totstandkoming van Fora 1.0. Jullie doen dat al ook heel lang in samenwerking met een aantal andere scholen in jullie ecosysteem, laat ik maar zeggen. En hoe zijn jullie ertoe gekomen om over architectuur na te gaan denken en dat aan te zwengelen? Bij Blossen zijn we aan de gang gegaan met architectuur. Dat hebben we gedaan eigenlijk vanuit met een aantal collega schoolbesturen, vooral in het Noord-Hollandse, omdat we daar al samenwerken bij BIC Noord-Holland. Vervolgens hebben we nog wat andere stichtingen erbij gezocht en toen kwamen we erachter van dit kunnen we niet alleen, hier hebben we meer partijen voor nodig. En toen hebben we aangetikt bij Kennisnet. En wat was voor jullie de startaanleiding om dat gezamenlijk te doen? Was dat vanuit de techniek of vanuit het feit dat je zeg maar de business van de scholen beter wilde begrijpen en ondersteunen? Ja, eigenlijk allemaal. Wat je nodig hebt is een goed inzicht in je systemen, in de processen. Want dan kan je elkaar vergelijken, kan je elkaar gaan versterken. Op het moment dat je dat goed beschreven hebt en je werkt met dezelfde taal, dan kan je de vervolgstap maken om te kijken van hé, waar lijken we nou op elkaar, waar kunnen we het verbeteren, waar kunnen we elkaar aanvullen, versterken en waar kunnen we ook de samenwerking opzoeken. En dat doe je dan bijvoorbeeld bij aanbestedingen, waardoor je met dezelfde taal dezelfde aanbesteding ingaat, het selecteren van systemen. Het praten over koppelingen, ja. Al dat soort zaken. Daar heb je gewoon diezelfde taal voor nodig. En diezelfde taal,
die komt dus terug in die referentiearchitectuur, oftewel de fora. Ja, de fora hebben we gebaseerd op wat gemeenschappelijk is. Dat betekent dus dat het gebaseerd is op wettelijke vereisten, eigenlijk alle wet en regelgeving, kwaliteitscriteria vanuit onderwijsinspecties, toets- en examenreglementen, die zijn voor iedereen gemeenschappelijk. Ja, het is net als met autorijden. Ik kan een interessant gesprek houden met een motoragent over dat ik meer dan 130 km per uur gereden heb. Maar de wet van 130 km per uur als maximum geldt voor iedereen. Dus daar kan je van uitgaan. Dat is de gemeenschappelijkheid die erin zit en waar we verder op kunnen bouwen, waarop we elkaar hebben kunnen vinden. Daarnaast, en dat is eigenlijk een spin-off project van de fora, hebben we gezegd en kwam ook uit de werkgroep naar voren, dat de definitie van de begrippen, dat je elkaar kunt verstaan, dat je geen toren van Babel hebt, dat we eigenlijk op zoek moeten naar de oorsprong van die begrippen en wat de definitie daar dan van is. En dat hebben we gedaan met onderwijsbegrippen.nl. Dus ook die begrippen zijn gelieerd aan in welke wettekst staan ze uitgelegd en benoemd. En verstaan we er dus hetzelfde onder, omdat ons wat hetzelfde is in de processen beschreven en in de activiteiten. De fora is van en voor de scholen. En gezamenlijk kunnen we het nog beter maken dan wat het is. Dat is de belofte van fora 1.0. Dus doe mee, geef je op, sluit aan en fora 2.0 wordt dan een succes. Goedemorgen allemaal. Dank voor in ieder geval deze intro van Otilio en mij te bekijken. En ik wil graag nog een stapje verder met jullie gaan. En dat doe ik in het volgende. Ik had al een link gezet in de chat, waarin je naar de dienstenpagina van de fora kan op kennisnet.nl. Daar kan je alle platen die erin staan, kan je downloaden in een pdf. Printen en als we na COVID weer op kantoor zijn, om daar neerhangen natuurlijk. Maar los daarvan, we kunnen ook nog een stapje verder. Overigens, ik zag in de chat van Karen van Ginkel de tip over de hiërarchie. Op het moment dat je hem zelf uitprint, het meest praktische wat ik nu kan bedenken is dat je hem ook kan kansen. Maar dat even terzijde, uiteraard nemen we dat gedachtegoed mee. Wat ik graag met jullie wil delen is het volgende. Voor iedereen die de fora wil gebruiken en er echt mee wil werken in zijn school. Voor iedereen is het ook mogelijk om in de ontwikkeling van fora naar 1.1 en 1.0, want dit is een basis, die daaraan mee wil doen, die kan ons een mail sturen en aansluiten op aan de werkgroep fora. Onze verwachting is dat we reguliere updates zullen doen, 2 à 3 keer per jaar. En we hopen natuurlijk in januari 2021, hopen we natuurlijk met fora 2.0 in samenwerking met jullie te komen. Maar ik wil jullie vooral wijzen op het adres hierboven in mijn adresregel. Wat gaat over de wiki fora? En op de wiki fora, daar kan je alles vinden wat je nodig hebt. Daar kan je downloads vinden van het Archimede-model waarin het gemaakt is, zodat je het in je eigen organisatie verder kan gebruiken en daarop invullen. Kortom, allerlei mogelijkheden.
Om heel even kort te gaan. Ook hierin staan alle modellen die we nu gebruiken. En in architectuurtermen heet dat net even anders. In het filmpje noemde ik kort even van hoe kun je met elkaar een eenduidig begrippenkader hebben. Nou, dat is eigenlijk een spin-off project geworden van de fora. En dat is onderwijsbegrippen.nl. Ga daar ook zeker heen om te kijken wat je aan eenduidigheid kan vinden. Waar het op gebaseerd is, waar het gebruik van begrippen op gebaseerd is. Er staan een aantal use cases. Ik zag net in de chat iets over het programma van Eisen. Nou, dit zijn een aantal dingen die we al ondersteund hebben met de fora. En ik wil jullie er vooral op wijzen dat je aan kan sluiten bij de werkgroep fora. En neem daar vooral contact met ons op via support@kennisnet.nl. Het is niet simpel, want het is heel veel. En dat is ook de reden waarom we een leeswijzer hebben toegevoegd. En wat ik jullie in ieder geval mee wil geven, want dat is voor veel mensen wat onbekend op het moment dat ze voor het eerst op de wiki komen, is dat in alle modellen die je tegenkomt, dat je door kan klikken en aanvullende informatie krijgt. Nou, ik zal het even laten zien. Hier zien we een proces- en activiteitenmodel aangevuld met systemen. Onderin staat netjes de legenda van welke systemen het dan over gaat. En dat zijn typen van systemen. Dus een LAS, een LVS, een ELO, roostersysteem, noem het allemaal maar op. Maar ik wilde even laten zien wat er gebeurt als je erop doorklikt. En dat is dat je daadwerkelijk steeds verder komt op de inhoud. En steeds meer gaat zien van wat er allemaal in zit. Nou, dat gezegd hebbende. Want onder dit model, als je naar beneden scrolt, zie je daadwerkelijk het architectuurmodel. En ik ga even in op het belangrijkste, dat is bijvoorbeeld onderwijs. Hier zie je doorklikken en zien wat er dan vervolgens bij van belang is. Er staat een definitie in en er staat bijvoorbeeld onderaan ook netjes een contextdiagram is. Dus als ik bezig ben in dit geval met onderwijsvoorbereiding, dan is daar van belang opleidingontwikkeling, materiaalontwikkeling. Maakt een onderdeel uit van onderwijsontwikkeling en het is gelieerd aan een educatieve applicatie, een elektronische leeromgeving en een roostersysteem. En ook daar kan je weer op doorklikken. En op die manier kom je bij alle definities en uitgangspunten en basis van de fora. Nou, hier staat netjes in de documentatie van wat er onder verstaan wordt en wat het is. En voorbeelden ervan, ook hier zie ik allerlei relaties, maar ik kan dat ook zien in weer een contextdiagram. En zo duik je steeds verder de fora in. Ik kan me voorstellen dat je daar niet gelijk mee begint, maar gelijk in het begin en om met andere mensen in je school de dialoog te starten over van joh, waar hebben wij het allemaal over? Dan zijn dit soort platen die als PDF te downloaden zijn en ook printable zijn, die zijn dan een goede start. Dus op het moment dat er vragen opkomen over bijvoorbeeld educatieve applicaties, dan kan je hier bekijken van waar gebruik ik ze dan precies voor. En op het moment dat je gaat doorklikken, kan je ook bij educatieve applicaties zien wat de applicatiefuncties daarin zijn. En hoe je die kan invullen. Kortom, uiteindelijk een dialoog en samenwerking met elkaar om weer verder te komen. Het gaat nog een stap verder niet. Mee bezig zijn naar de toekomst. En dat is dat we ook jullie eigen omgevingen, en dat doen we al met een behoorlijk aantal scholen vanuit de werkgroep Fora,
waarin je je eigen applicatielandschap kan plotten op deze modellen. Dus dat niet alleen de type systemen er staan, maar je eigen applicaties. Het bijzondere is natuurlijk dat je dan ook gaat zien of je dubbelingen hebt of gaten in je informatievoorziening. Nou, dat is de aanvullende stap. Ik heb nog 8 minuten om vragen van jullie te beantwoorden, dus dat doe ik dan ook graag. In de chat zijn er aardig wat reacties over de software. Heb je daar nog wat over kan doen? Ja. Nou, even heel praktisch gesproken. Ik ga daarna stoppen met het model delen. Maar ik liet net dit model even zien. Het bedrijfsfunctiemodel met referentiecomponenten. Wat in gewoon Nederlands voor je collega's vertaald kan worden met systemen ondersteunende activiteiten. Dan zie je hier nu in staan. Even vergroten. En dan zie je hier in nummertjes in staan verwijzing naar de legenda. En die staat onderuitgelegd. En dat onderuitgelegd, dat bijvoorbeeld bij de elektronische leeromgeving of het LVS. Dat is in de fora en in de softwarecatalogus betekent het, omdat je eigen applicatielandschap daarin staat, dat je daar ziet staan Magister of Parnassus of Som2Day of Oontis of Question Mark of It's Learning, kortom je eigen applicaties. Het geeft ook eigenschappen van die applicaties aan en welke applicatiefuncties er precies worden ingevuld met de applicaties die je gebruikt. En het geeft ook nog aan, en dat is misschien nog wel interessanter, andere scholen die dat gebruiken. Dus je kan op die manier ook elkaar opzoeken en gaan samenwerken in slim gebruik maken van die applicaties. Ik zie jullie niet en jullie mij wel, maar ik stop nu met de screen share. Overigens, als je met je school daarmee aan de slag wil en ook gebruik zou willen maken van de softwarecatalogus, stuur ons een mailtje via support@kennisnet.nl en dan nemen we daarover contact met jullie op. Andere vragen nog specifiek? Ik zit even in de chat te kijken. Ja, Pascal, ik zie dat jij probeert te koppelen je ICT aan processen en eigenaarschap en afspraken. Nou, je kan er bijna donder op zeggen dat de vervolgstappen in fora bijvoorbeeld ook gaan over taken, verantwoordelijkheden en rollen, zodat je dat nog sprekender kan laten zijn en nog beter toe kan passen in je eigen organisatie. Ik zal nog even de link, heb ik nu in de chat gezet, naar de wiki. Waar je veel meer in-depth informatie over de fora nog kan vinden en het kan gebruiken. Ik zie nog een vraag van Jeroen in het kader van verwerkersovereenkomsten. Nou, sommige van jullie maken al gebruik van allerlei tools. Als je kijkt naar Chris zei al dat in de chat dat de huidige softwarecatalogus een demonstrator is. We gaan daar zeker ook volgende stappen in maken. En daarin betekent het altijd ook dat we gaan kijken naar hoe je zeg maar een beetje het common ground platformen van de gemeentes in gedachten. Dat je daadwerkelijk ook met API's of anderszins bijvoorbeeld het koppelpunt catalogus informatie van leermiddelen kan koppelen en daarin plotten, maar ook inderdaad verwerkersovereenkomsten, een FG-view op je eigen proces- en activiteitenlandschap, bijna ook op je applicaties. Nou, dat soort volgende stappen kan je aan denken. En nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken.
Vele handen maken licht werk, dus help mee, kom lekker bij de werkgroep voor om de volgende stappen daarin te zetten en dit soort wensen en functionaliteiten ook een plek te geven. Ik zie nog een vraag van een opmerking van Melle over graag meedenken en helpen vullen van het systeem. Nou, ik ga je zeker een uitnodiging sturen voor de werkgroep fora. Overigens, voor iedereen staat het vrij van, om natuurlijk ook het liefst via support@kennisnet.nl of later in de chat om te kijken naar van wat de platen die er nu zijn, dat wat in de wiki beschikbaar is voor je eigen onderwijsinstelling, toe te kunnen passen. Als je daar vragen over hebt of hulp bij nodig hebt, ja, kom dan vooral bij ons binnen. Nou, hartstikke goed, Melle. Andere prangende vragen, want ik mag nog 2 minuten vragen beantwoorden. Karin, we zijn ontzettend trots en blij dat we met zoveel mensen dit hebben kunnen doen. Weet je, het is een supergoede basis. Ook een basis waar bijvoorbeeld Rick Maas het over had in zijn presentatie. Die niet leidt tot werken in de klas volgens een alleen maar een stramien, maar in ieder geval wel de zekerheid dat alles wat je wil en moet doen, in ieder geval geregeld is en daardoor kan focussen op hoe je dat met elkaar zo goed mogelijk invult. Ik wil jullie hartelijk danken en ik hoop dat ik jullie allemaal terug mag zien in de werkgroep fora. Maak er vooral heel veel gebruik van. En als iets niet helemaal duidelijk is, laat het ons vooral weten en we helpen jullie verder. Spread the word, zou ik zeggen. Dank voor jullie aandacht en komst. En dank Chris voor het beantwoorden van de vragen over de DPI-aanpak.